Marianne Vos, hoe duizelig ben jij nog? Nou, nu gaat het alweer. Ja, want het was heel veel draaien en keren vandaag. Hoe heb jij deze cross ervaren? Ja, heel mooi. Er zijn veel mensen en die hoor je wel, maar je ziet er weinig van. Want het is inderdaad heel erg gefocust blijven op het paadje en de bochtjes. En ja, de snelheid ligt ontzettend hoog. En ja, dan moet je echt wel heel precies sturen om vooral geen foutjes te maken. Hoe lastig was dat voor jou vandaag? Want je bent natuurlijk nog niet heel erg lang weer in het veld deze winter. Hoe was dat? Nou, ja, ik moet zeggen, het gevoel was best goed. Met de start zat ik net niet helemaal goed, maar ik kon wel meteen vrij goed opschuiven. Dus dat was, had ik wel een beetje geluk mee. En vervolgens zag ik de eerste 3-4 eigenlijk meteen wel wegrijden. Maar ja, was het gewoon vooral mijn aanpoten gebleven om in dat groepje erachter te blijven. En proberen daar de positie te behouden en voor de finale nog een klein beetje energie te bewaren. Maar ja, het was eigenlijk gewoon continu volle bak. Ik dacht op een gegeven moment van Empel en Pietersen zijn weg. Nou, het is gebeurd. En toen kwam in één keer Van Anrooy als een raket terug van achter. Hoe heb jij dat in koers gezien? Ja, ze is mij ook gepasseerd. Al wel, denk ik, in de eerste of net na de eerste ronde. En ik kon wel zien dat ze wat over had. En toen dichtte zij ook wel meteen het gat na de eerste. En dan weet je wel dat ze goed in orde is. Nieuwe cross hier, al is hij natuurlijk wel op ditzelfde terrein drie keer een NK geweest. Is dit een toevoeging op de kalender, Marianne? Ja, wat mij betreft wel. Ja, ik vind het een prachtige sfeer, schitterende entourage. En we hebben natuurlijk nu het weer ook ontzettend mee. Dus wat dat betreft mag dat wel weer op bestelling voor een volgende keer. Maar ja, ik denk zeker een toevoeging. Zijn er ook nog verbeterpunten waarvan je zegt, dit zou nog wel anders kunnen? Nou, nee, het is... Het is heel mooi. Kijk, je hebt allerlei verschillende crossen. En de een die houdt van wat meer modder en de ander houdt van wat meer lopen. En ik denk dat qua balans in de kalender dit een hele mooie aanvulling is zoals die is. Dankjewel.